Kim, jullie hebben samen een prachtige prestatie geleverd, hebben we gelezen in de krant. Vertel eens, wat hebben jullie gedaan? Wat doen jullie samen voor sport? We hebben meegedaan aan het wereldkampioenschap Agility. Dat is eigenlijk Engels voor behendigheid. Dat houdt in allemaal hindernisjes nemen en zo. Dat was alleen voor Duitse herders en daarbij zijn we negendes van de wereld geworden. En waar waren die kampioenschappen? In Tilburg, in het Willem II stadion. En hoe lang train jij al met Cheetah? Nu net 4 jaar. Ja. En zij is een hele bijzondere hond, heb ik begrepen. Want zij doet niet alleen agility, maar ze doet ook nog een andere sport. Dat klopt. Ze doet ook africhting. Ja, dat houdt in het speuren, gehoorzaamheid en het manwerk, waarbij ze zeg maar een nepboef aanvalt. Ja. Pakwerk ook wel genoemd, ja, hè? Ja, zo heet dat. Nou hebben we jou net de oefening zien doen en toen zag ik dat jij eerst het parcours verkent zonder dat de hond erbij is. Dat klopt, want het parcours is elke keer anders. Het is nooit hetzelfde. Je hebt wel dezelfde toestellen, maar nooit dezelfde volgorde. Dus dan krijg je eerst zo'n 5 tot 10 minuten de tijd om te kijken waar alle nummertjes staan. Waar jij gaat staan, waar de hond moet staan. Hoe je gaat lopen, waar je gaat wisselen. Wat is allemaal, heb je allemaal profijt van tijdens het rennen. En dan kom je met de hond tevoorschijn. Je laat hem even uit. En dan moet hij precies jouw aanwijzingen volgen. Ja, de hond let vooral op je schouders en welke hand je gebruikt, waar je loopt. Dus daar moet je heel goed op letten. En ik zie dat jij, ja nu heeft de hond een speeltje in zijn bek, maar ik zie dat jij dat ook af en toe achter op je rug hebt. Ja, klopt. Ik gebruik de bal als beloning. Er zit een magneet in het touwtje en ik heb een magneet op mijn rug. En dan hang ik de bal daar aan, zodat ik hem makkelijk kan grijpen en weggooien op het moment dat ze klaar is. Ja. Ze komt uit een werkhondenlijn. En daar zit dus echt die pit in om te werken. Dat doet ze echt heel graag. Als ze een paar dagen niks doet, dan gaat ze allerlei streken uithalen. En jullie hebben die beker gekregen omdat je die mooie plaats hebt behaald. Ja, een gigantische beker tijdens de prijsuitreiking. Ja, ja. Fantastisch hoor. Ja, ik heb er bewondering voor. Die sport die is jou niet zomaar aankomen waar je dat zit in de familie, hè? Dat klopt. Mijn vader doet al zo lang als ik leef africhting met de honden. Altijd Duitse herders gehad, gewoon mee opgegroeid. En toen kregen we Cheetah. En Cheetah was heel gefocust, ze was heel onzeker. En toen zijn we hiermee met haar dus agility gaan doen, zodat ze wat minder druk op zich zou hebben. En wat vrijer zou worden, wat socialer. En dat is heel goed gelukt. De hond vindt het geweldig. En ik ook. En hoe vaak trainen jullie eigenlijk? Wij trainen 1 keer in de week op zaterdagochtend van 9 tot 12. Met nog een aantal andere mensen. Ja, ik begrijp gewoon niet hoe je dat met 1 training in de week voor elkaar kunt krijgen. Ze moet ontzettend slim zijn. Ja, dat ook. En gewoon een goede trainster. Zij heeft ook al heel veel jaren ervaring. Ja. Ook altijd met Duitse herders gedaan. Dus ja. En wie is dat? Katelijn Levering. Marco, jij hebt dus ook altijd getraind met honden. Ja, ik ben voor jaren terug begonnen met een ISSZ'er op een alle rassen club om een beetje de hondgedrag gehoorzaamheid bij te brengen. En dat was bij een Duitse herdervereniging in Haaksbergen. Er werd al heel snel gezegd van je moet met een Duitse herder trainen, met een echte hond. Dus er werd mij een voorstel gedaan van je kunt bij ons een puppy krijgen van iemand en dan moet je hier gaan trainen. Nou, dat ging helaas niet door, maar toen was ik wel zover. Ik woonde nog thuis van, ik moet direct een Duitse herder kopen. Want de ouders hadden toegezegd, dus toen heb ik direct via iemand een Duitse herder gekocht. En toen ik met een puppy thuis kwam, toen ging dat in 1 keer heel anders. Ja. Want het zijn absoluut geen grote boze wolven. Nee, toen waren ze meteen verkocht. Ja, toen waren ze meteen verkocht. En dat was mijn eerste hond, daar ben ik mee begonnen met africhting. Toen de tijd nog bij Kringgroep Haaksbergen. Dat is een paar jaar later opgegeven. Ik heb toen een tijd lang niet getraind met de hond. Ik heb nog 1 jaar in Hengelo gelopen en toen ben ik bij Kringgroep Sirius gekomen in Boekelo. Ja. En dan ben ik met een jonge hond gestart, want onze eerste hond was toen inmiddels overleden. En daar ben ik dus met de hele IPO vooral verder gegaan. Ja. Met de speur en het appel en het manwerk. Nou is het bijzondere eigenlijk dat deze hond 2 type trainingen kan doen en dat zie je niet vaak. Nee.
dat komt inderdaad niet veel voor. De echte africhters die zeggen daarvan dat behendigheid dat is een speeltuin. Ja. En dat is, er wordt maar wat gedaan met de hond. Dat is niet. En dat is het dus niet. Maar ik heb dus met de hond eerst 2 jaar IPO getraind. Volgens de geleerden had hij te veel druk op zich. Ik zou te veel mentale druk op de hond leggen. De hond moest meer vrijheid, die moest wat vrijer worden. En toen zei ze, dan moet je benigheid gaan doen. Dan kreeg die hond meer vrijheid, dan wordt hij vrijer, leuker. Gaat hij beter zijn best doen. Maar toen had ik zoiets van, ja, als ik het zelf doe, dan werkt dat niet. Want ik heb die druk om opgelegd. Toen heb ik Kim gevraagd van, probeer jij dat eens? Dat was de reden. En Kim zegt van, dat gaan we proberen. Ja. En zodoende is Kim in de agility gerold. Ja. En ik ben dus africhting blijven trainen. Kim is agility begonnen. En dat ging gewoon compleet goed. De hond had gewoon in de gaten. Bij Kim gebeurde dit, bij Marco gebeurde dat. Ja. Dus nou doet hij beter. Jongen, jongen, je zult trots zijn op zo'n dochter. Ja, zeker. Dat ben ik. Ja, daar ben ik echt trots op. Want ik zie ook dat jullie er ontzettend druk mee zijn. Ik zag jullie net die baan opbouwen. Ik denk, nou... Ja. We hebben maar een kleine vereniging. En daar gaat dus een hoop tijd in zitten. Die baan opbouwen. We hebben geen eigen veld. Dus altijd moet de hele baan afgebroken worden. In een container gezapt. Nou, en dan moet je die elke week opnieuw opbouwen. En dat is veel werk. En vooral als je maar met 6, 7 personen bent. En soms zijn we maar met 4 trainende honden. Want de training moet wel eigenlijk doorgaan. Anders kom je natuurlijk niet verder.